Ja, dat is hartstikke leuk. Eerst denk je van er ligt een stenen beeld op de grond. En dan, hoe heet dat, ineens zie je hem gaan bewegen. En dan komt hij met zijn kop heel dichtbij je. Wij bestaan inmiddels 15 jaar als vereniging. Wat ooit begon als een hobbyclub groeide in 15 jaar uit tot een onmisbaar instituut voor veel oudere Amstelveners. De Amsteland Senioren Computerclub maakt ouderen wegwijs op het gebied van computers. Wat moet je op zijn minst kunnen tegenwoordig? Ja, mail en internet, dat vindt iedereen belangrijk. En als het even kan je rekening beheren, van je bankrekening beheren, dus betalingen verrichten, ja. Dat moet je kunnen. Het grote voordeel is dat als je iets niet weet of je zit met een probleem, dat je dan op vrijdagmorgen hier naartoe kunt. Wat de club zo bijzonder maakt, is dat het de ouderen zelf zijn die de ouderen helpen. Het zijn dingen die moet je weten, anders komt het er niet uit. Je probeert toch de angst voor de computer te overwinnen. En dat het ding niet bijt, het doet niks. Maar je moet wel je gezond verstand gebruiken. En niet willekeurig overal op klikken wat er maar binnenkomt. Want helaas, ja, de criminaliteit heeft dit systeem ook ontdekt. Als je dit, dat is de Windows verkenner. Ja. Als je de Windows verkenner snapt. Ja. Inmiddels telt de club 500 leden. De jongste is 42 en de oudste is 96. Maar dat moeten er nog meer worden. We hebben nu weer een nieuw lid erbij. Kijk eens, deze meneer die is vanaf dit moment is hij lid van de vereniging. En kan dus al op onze eerste clubmiddag in september komen. Dus je bent gered? Ja, gered. Ja, ik ben inderdaad gered.